linkerhand. Groen gaan terug. Okay. Ik scoorde net dus mijn eerste snoep in Krimpen, waar ik vaker vis. Ik vis er nu pak een beet, ik denk 2-3 weken. En in die 2-3 weken is dit mijn vijfde keer ongeveer dat ik hier vis. Nu scoorde ik net mijn eerste snoek. Er kwamen een groep mensen kijken, eentje kwam me zelfs helpen. En een van die personen wist mij te vertellen dat je aparte vergunning nodig hebt voor, om te vissen hier in Krimpen. Dat jij je vis pas niks hebt. Nu moet ik hier eerlijk zeggen, ik heb zelf niet ernaar gekeken. Dus ik was wel blij met die informatie. Als lopen de kans dat je een boete krijgt natuurlijk. Dus ik ben die even gaan scoren. Kost maar 10 euro en dan kan je heel het jaar door kan je hier gewoon vissen. Ik rijd snel terug naar mijn stek om verder te vissen. En jullie gaan kijken naar die eerste vis die ik hier heb gedrild. En er komt nog een mooie vis voorbij. Maar dat gaan jullie allemaal zelf zien. Heel veel plezier met kijken jongens. Ciao. Filmt hij nog? Ja, hij filmt nog. Oké, jongens. Super mooie snoek. Wat nu? Op de foto ermee. Hey. Zijn wild hoor. Kom eens hier. Super mooi formaatje. We gaan hem snel meten. En terugzetten, maar ik ben er blij mee. Ja. Geef hem even wat water, ga ik hem snel opmeten. Mooi snoekie. Hoppakee. Oké, guys, ga ik hem snel opmeten. Zou ik u wat mogen vragen? Zou u het netje voor mij kunnen vasthouden? Netje? Ja. Anders leg ik hem neer, is ook goed. Nee, maar gewoon mooi. Ik wil hem even snel opmeten, maar ik ben bang dat hij gaat spartelen als ik hem neerzet. Niet deze even vasthouden. Ja? Houd het net zo vast. Ja? Pak ik even mijn rolmaatje erbij. Zo, een ding. Ja, mooi ding, hè? Oh. Ik ben hier in het hoekje en ik dacht het al. Ik ben aan het filmen, maar ik dacht het al. Ik was lekker bezig. Slootje afgelopen. Ik gooi hem daar in het hoekje. En ik zie hem erop afkomen en bam. Yes. Oké, dat is één. We gaan hem er even uithalen. Ja. Dan ga ik die geven. Als je dat goed vindt, haal ik hem eruit. Ja? Kijk, dan gaan we. Sorry, hè? Geef me. Kijk. Snel. Ja, natuurlijk. Dan is hij hier, maat. Blijf, Bik. Het is goed, jongen. Ja, ja best. Kijk, dan gaan we. Oh, sorry, Brink. Haal hem eruit. Als je hem voor mij wil opmeten, ben ik helemaal blij. Ik heb hulp. De meneer hier, die maakt even een fotootje en die meet hem voor mij op als ik het goed heb. Dan gaan we kijken en dan gaan we zo snel mogelijk terugzetten. Ja, tot het puntje van zijn staart. Ik zeg 73 centimeter. 73 centimeter, sorry voor het schudden van het beeld. Mijn linkerhand. Ik ga hem terugzetten, 73 centimeter. Prachtig, kom maar hier vriend. Kijk eens, schoon aan de haak, 73, gaat ie. Hoppa. Hey maatje. Ik doe het even zo op fiets handen. Geef niks, man. Bedankt, hè. Goed, hè. Doe ook bedankt. Oké. Nou, luister. Dat slootje waar ik zojuist die snoek heb gevangen, die heb ik nu helemaal afgevist. Ik heb zo'n beetje het idee dat het de enige snoek was die er is. Dat is natuurlijk niet zo. Ik heb nu een mooi harnasje voor mijn mobiele telefoon. Vlogcameraatje is trouwens ook onderweg. Voor nog betere beelden vanuit verschillende angles enzovoort, et cetera. En ik heb er net geprobeerd de drill te filmen, maar in mijn enthousiasme ging dat fout. Vandaar dat er weer geen beelden waren van de drill, maar ik beloof jullie, die komen er echt aan. Ik maak nog een paar worpjes vanaf het bruggetje hier. Ik heb echt heel de sloot al gehad. Ik ga nu terug naar een bruggetje die hier over het slootje loopt. Maak nog een paar worpjes vanaf. Maar ik denk niet dat ik hier nog een aanbeet zal kunnen bewerkstelligen. Dus jullie gaan gewoon lekker kijken naar vorige vangst. De vangst van, moet ik even goed nadenken hoor. Welke dag was het? Maandag. Ja, het is nu vrijdag. Maandag heb ik ook een mooie vangst gedaan. En daar gaan jullie nu lekker naar kijken. Enjoy.
3. En helaas geen aanbeet kunnen filmen, want ik ben wederom in mijn eentje. En mijn, hoe noem je dat? Harnas heb ik nog niet. Maar ik heb wel echt een mooie snoek weten te vangen. De jonge man achter de camera, die fietst er toevallig voorbij. Die is mij komen helpen. Kijk, hij is al onthaakt. Dat is mooi, hij onthaakt zichzelf. Als jij hem vast wil houden, dus maak ik even het onthaakmatje nat. Soms. Ja. Vis je zelf ook? Soms. Soms. Oké. Big fish. Hoppa. Onthaakmatje nat. Handschoen aan. Dan gaan we even opmeten. Momentje hoor, filmt hij nog? Ja. Super. Dan pak ik even een rolmaat erbij. Die leggen we klaar. Maatje heeft zichzelf ook al onthaakt. Oeh, dat is een wilde. Yep. Dat is een wilde. Hij heeft zichzelf ook al mooi onthaakt. Oké, maat. Gaan we kijken. Ja. Kielgreepje. Ja, dat gebeurt. Hij is een wilde hoor, deze. Doe eens rustig, vriend. Rustig. Dit is echt een wilde. Ik krijg hem ook niet te pakken. Ah, hier. Hebbes. Hebbes. Ja, film je nog? Yep. Kijk eens. Hoppata. Hoppa. Gaan we even meten. Hoeveel is die? 77 centimeter. Ja, zeker. Ja. Goed, gaan we hem terugzetten. Hoppata. Daar gaat ie. Hij zit erop voor dit stekje, jongens. Echt binnen 2 worpen, en overdrijf ik echt niet. Een mooie snoek van 77 centimeter. En voor de rest, ja, wat is het? De sloot afgevist die zich uitmondt in een hele grote plas. Niks meer gevangen. Dus allicht hebben die twee andere lui gelijk. Maar ik kom hier zeker nog een keer terug en dan ga ik de andere kant op hier in Capelle. Richting de Koperwiek. Daar heb je dus een fontein. En als een fonteintje aanstaat, schijnt er heel veel baars te zitten. Hoe dat afloopt, ja, dat gaan jullie zien. En wordt dat in deze video? Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Maar ja, goed. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Een fijne vangst voor een ieder die vist. En mochten jullie nog tips en tricks hebben, laat alsjeblieft een comment achter, want daar heb ik heel veel aan. Vergeet de video niet te liken en te abonneren op ons familiekanaal. Want dat is wat het is en dat is wat het blijft. Want ook het vissen met Jordan, Ryder en Samuel komt straks weer aan bod. Niet te vergeten. Bedankt voor alle likes en abonnees tot dusver. En ik vind het onwijs fijn dat jullie met mij mee gaan op reis naar een volleerd visser te worden. Ik vind het echt heel tof. En ik krijg steeds meer liefde voor deze sport. Voor mijn hobby. Hey, tot de volgende keer. Stay gold.